Motorpodcast. Ik zag geen steekvroog. En voor hetzelfde geld rijk je nu linksom rechtsom die greppel in. Ik zou wel heel erg graag richting Albanië willen. Maar het is daar nu zo heet. Ja, ik heb één keer op een terras een glas wijn gedronken. Dat was €32. Eén glas. Nou, zijn geen grappen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon. Dennis, kan ik jou blij maken met een pot kettingreiniger? Ik heb afgelopen weekend heb ik de schuur eindelijk eens een keertje goed opgeruimd na jaren. En toen vond ik een pot kettingreiniger terug. En ik heb natuurlijk zelf al een hele poos geen motoren meer met een ketting. Ik heb een aandrijfriem. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik jou al blij maken met een pot kettingreiniger. Hier ben ik blij mee, ja, want de S100 kettingreiniger schijnt ook echt de beste te zijn. Ja, oké. Okay, dan moet dus dank daarvoor. Ja, moet je even goed inspuiten en dan laten we... Met mijn Grease Ninja. Ja. Dan komt het helemaal goed. Was dit jouw motormoment ook? Nee, ik wil nu pas beginnen. Okay. Aflevering 88 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met zometeen een hoofdgast die haar motor graag heel erg vies maakt, maar ook met liefde weer schoon. Ze reed in haar uppie naar het hoge noorden omdat iets in haar zei dat moest gebeuren. We horen zometeen van haar hoe dat precies zit. Nu eerst eventjes onze eigen motormomenten. Dennis, heb jij nog wat meegemaakt? Ja, ik heb alweer stilgestaan met de gloednieuwe Yamaha R1. Ja, hoe is het mogelijk? Hij was zo goed geserviced. Nee, ik wilde van de week een ritje maken en starten en mijn hele display bleef leeg. Dus nou, dat is een klein boos moment. Echt meteen chagrijnig. Maar aanduwen lukte ook niet. Een dag daarna even met startkabels in de weer. Dat heeft hem gered. En inmiddels rijdt hij weer. Ik denk dat ik nogal haastig de motor heb weggezet met de parkeerlichten aan. Want op deze motor zit blijkbaar een parkeerlichtfunctie. Weet ik nu dus ook door schade en schande. Ja, maar het is allemaal weer verholpen. Hij doet het weer. Marloes, dank voor het lenen van de startkabels. Okay. Die van jou start nog wel? Die van mij start nog wel. Maar dit heb ik ook eens een keer in het begin gedaan. Gelukkig. Dat je per ongeluk met een nieuwe motor die je niet helemaal weet hoe die werkt. En dat je dan per ongeluk een lampje laat branden. Ja. En dan doet hij het de volgende dag niet meer. Maar goed, dat kan gebeuren. Welke ritjes heb jij gemaakt? Ik ben met verstandelijk beperkte mensen op pad geweest. Oh, dat heb je vorig jaar ook gedaan. Ja, de motorrun van de Amerpoort. Dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking hier in de buurt. En die organiseren ieder jaar een motorrun. Nou, het is de reden om ooit nog eens een keer een zijspan te kopen. Als je ziet hoe die mensen genieten van een stukje rijden in een zijspan. Dat is zo fantastisch om te zien. Heel dankbaar, denk ik. Ja. Dus ik reed er met mijn eigen motor achteraan. Of tenminste, ik moest een begeleider van een van de jongens die in zo'n bakkie meeging, moest ik meenemen. Want het is best een gedoe. Tenminste, voor het zomaar zitten. Het zijn namelijk niet de gasten die je normaal gesproken op televisie zit bij Paul de Leeuw of bij Johnny de Mol. Hè? Nee, zeg meervoudig, verstandelijk gehandicapt. Ja, dus ze zijn echt behoorlijk. Er moet gewoon heel veel begeleiding op. Ja. Dus er moest een begeleider met mij meerijden. En dan nog iemand extra erbij met de motor. Maar als die dan eenmaal in het bakkie zit. Nou, die gasten genieten. Hebben echt fantastisch. Echt, een ritje van niks met halverwege een ijsje. En nou, dat is echt wat ik al zei. Daarvoor alleen al zou ik ooit nog eens een keer een zijspan willen kopen. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Marjan Dunning. Welkom. Marjan, welkom in de studio. Ons clubhuis. Dankjewel, mannen. De eerste vraag die wij aan iedere gast die ons clubhuis binnenkomt stellen is... Waar rij je op? Ik heb twee motoren. Ik ben hier vandaag met mijn Super Tenere. Een Yamaha is dat, hè? Yamaha, ja. En ik heb nog een Yamaha in de schuur staan op dit moment thuis. Dat is een XC900. Ja, wat zeg je? Yamaha of Yamaha? Ja, iedereen zegt het een beetje op een andere manier, hè? Ja. Nou, laat het weten. Als je nu zit te luisteren, wat is de goeie? Er is ook altijd een discussie. Is het Akrapovic of Akrapovic? Ja, ik houd in het midden. Ja. Geloof Yamaha. Me. Ja. Twee adventure bikes dus. Een Japaner. Twee adventure bikes. Nou, die XC900 is niet echt een adventure bike. Het is wel een... Het is niet een supersportieve motor, maar wel een sportieve tour. Ja. En die Super Tenere is natuurlijk wel echt een adventure bike. Ja. Tenere klinkt zo, hoor. We hebben alvast even... Hij heeft hem ook gehad. Ja, daarom hebben we het geluid nog. Heerlijk, maar goed, je begint meteen te glunderen, zie je dat? Ja. Dit is een iets ander uitlaatje. Ik zag dat jij nog een gewone uitlaat. Ik heb origineel er nog onder, ja. Ja, maar dat is een mooi... warm geluid zit in de sportstand is het wel een leuk brobbeltje. Ja, dat gaat goed. Ja. Wanneer is voor jou de motorpassie ooit begonnen? Want volgens mij rij je al heel lang. Ik rij mijn motor sinds
na ruim 20 jaar nu. Kijk. Ja, echt mijn autorijbewijs gehaald. Mijn B achter E, of E achter B. En toen direct mijn motorrijbewijs. Ja, ik zat één keer bij de rijschool. En toen dacht ik, nou, dat moet allemaal maar gebeuren. Doppakken. Ja, ja. En wat was je eerste motor? Een XJ600. Oh, wel, je bent echt een merktrouwe dame. Ja. Ja, zeker. Altijd Yamaha gereden? Altijd Japaner gereden. Ja? Ja, ja. Heerlijk, fijn. Hoeft niet per se wat anders. Ik heb van vrienden wel eens op een Suzuki gereden. Wel eens op een Aprilia gereden. Hartstikke leuk, maar voor mij is Yamaha gewoon het merk. Ja. Oké. Want heb je er een speciale reden voor? Of is het gewoon één keer erop gestapt en toen gedacht van... Nou, dit warme jas. Oké. En klaar. Goed, doen we. Goed. Ja. Verder niet meer aankomen. Nee. Ze zeggen ook altijd, Japanners starten altijd. Nou, die van mij dan even niet, maar... Ja, nou, ik heb er heel weinig mee gehad. In alle jaren heel weinig. Ik heb met die Honda ook echt nooit wat gehad, zit ik nu mezelf af te vragen. Altijd starten, ook als die wekenlang stil stond. Nooit aan de druppellader. Rijden wel het hele jaar door natuurlijk, maar... Ja. Nou, ik heb ze wel in de winter aan de druppellader. Want vind die accu natuurlijk wel lekker als het wat kouder wordt. Ja. Maar, en je hebt er twee staan, want een luxe precies. Is dat. Ja. Ja, ja. Ben je helemaal blij met die XJS900 en die Super Tenere? Of zeg je van, ik zou er toch iets aan willen veranderen? Oh, ik heb er best wel veel aan veranderd. Oh. Ook toen ik op reis ging met die 900. Ja, dan wil je toch wel een beetje goed voorbereid weggaan, zeg maar. Er zijn wel wat dingen aangepast. Ik heb er handkap opgezet, handvatverwarming. Ik heb alle moeren vervangen door dezelfde bit, zeg maar. Dat praktisch. Dat je maar één sleutel hoeft mee te nemen, al dat soort dingen. Ja. Ben je zelf dan ook technisch onderlegd als er richting de Noordkaap een pechgevalletje gebeurt? Ik kan een bougietje vervangen en ik kan wel dingetjes doen. Ja. Oké. Okay. Dat lukt allemaal wel. Jawel, jawel. Als het heel technisch wordt niet hoor. Ik ben geen monteur. Maar... Nee, maar goed, de basics, dat lukt. Ja, precies. Ja, okay. Ik denk dat het ook wel slim is als je echt een reis maakt, dat je een beetje basics van je motor kent. De Motorpodcast. Een beetje reis maken. Jij hebt vorig jaar, want je hebt hier het fotoboek voor je liggen, een motorreis in je eentje naar de Noordkaap gemaakt. Yes. Nou hebben wij inmiddels best wat gasten gehad die ook naar de Noordkaap zijn geweest, maar volgens mij altijd met een groepje, toch? Groepjes. Je hebt 7230 kilometer afgelegd, zag ik net in je boek. In je eentje. Ja. Waarom in je eentje naar de Noordkaap? Als vrouw? Of is dat heel hokjesdenkend voor mij? Nou, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk een vrouw, dus wat mij betreft maakt dat geen verschil. Maar je ziet het veel minder. Je ziet natuurlijk veel minder precies. Vrouwen. Sowieso zie je veel minder vrouwen naar de Noordkaap rijden. Je ziet wel steeds meer vrouwen op een motor. En waarom? Ja... Het vrijheidsgevoel van alleen reizen is zoveel groter dan wanneer je met een groep gaat. Zelf bepalen wanneer je stopt, zelf bepalen waar je slaapt, zelf bepalen of je door wil rijden of dat je een mooie plek ziet en denkt, en nu wil ik een foto maken. Of je hebt geen rekening te houden met niemand. Nee. En dat is zo'n vrijheidsgevoel, dat is voor mij basis om te reizen. Dus ik reis het liefst alleen. Ik zei het al in mijn inleiding, iets in jou zei, ik moet naar... De Noordkaap, volgens mij heb ik dat van een van je socials afgehaald. Wat is dat? Wat zit er dan op een gegeven moment in je lijf of in je hoofd dat je denkt... en nu moet en zal ik naar de Noordkaap? Ja, het zijn natuurlijk allerlei factoren bij elkaar... wat uiteindelijk maakt dat je zo'n reis gaat maken. Want je beslist niet op een blauwe maandag, ik ga volgende week daarheen. Dat heb ik wel goed voorbereid. Maar in je eentje, ik had een reis gemaakt naar Duitsland... en toen dacht ik, oh, in mijn eentje wat langer weg. Ja, dat zou ik willen. En de bergen is wel, ja, vind ik het mooiste wat er is in de bergen rijden. Noordkaap is wel zo'n bucketlist ding. Ja. Als motorrijder is dat wel zo'n, ja, dat is gewoon heel vet. Ja. Als je dat wil, als je dat doet. Dat is wel, ja, dus dat wou ik. En hoe lang ging je eroverheen vanaf het moment dat je dacht, dat ga ik doen en tot je bent vertrokken? Een maandje of drie. Oh, nou dat is best kort. Ja, dus het was zeg maar rond, ik ben in mei weggegaan. Dus zeg maar rondom mijn oud en nieuw had ik zoiets van... dit wordt wel een jaar, ik wil echt een verre reis maken. En toen januari, februari oriënteren. Februari gedacht, dat wordt Noordkaap. En dan alle voorbereidingen doen. Wat voor voorbereidingen komen er kijken voor een reis naar de Noordkaap? Nou, best wel veel. Ik heb een paklijst gemaakt, want dat vind ik wel lekker. Dat je een lijstje kan maken van de een neemt wandelschoenen mee... en de ander neemt slippers mee. Ja, daar moet je zelf je selectie in maken, maar... ik heb een lijst gemaakt van wat wil ik graag meenemen. Dus ik heb mijn motor gerestyled met handkappen, met handvatverwarming... waar ik het net over had. Hè, dat je een beetje meer ook echt tegen min zoveel kan.
goede slaapzak gekocht voor min 20. Want ja, Noordkaap, daar kan het gewoon echt vreselijk koud zijn. Als die gasten van nu hebt, van de afgelopen maand, die erheen zijn gereden. Dan volg ik af en toe wat mensen op Instagram. Ja. Nou, die hebben het echt heel koud. Het is daar op dit moment vreselijk koud. Maar wat is vreselijk koud? Nou, ik vind 5 graden onder nul al koud. Dus, Nou, dat is het. Op sommige passen is het nu min 10. Okay. En dan rijden. Dus dan heb je ook nog die koude wind en dan heb je sneeuw en je hebt van alles. Het is super glad. Maar wat is daar lekker aan? Nou, ik heb heel veel geluk gehad met mijn reis. Want ik heb heel weinig kou gehad. Ik heb echt maar 2-3 dagen echt koud gehad. Dat is dan echt vorst en natte sneeuw. En de rest heb ik het super goed gehad. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met het weer. En dan zeg je van, ja, ik heb er handverwarming op gezet. Maar heb je niet met handverwarming? Heb ik altijd het idee dat je een soldeerbout aan de verkeerde kant beetpakt. Ja. Dus zeg maar, dit gedeelte, ik wijs nu naar de palm van mijn hand. Dat wordt hartstikke warm. Maar juist de vingers, je vingertoppen, waarmee je je koppeling nog of je rem moet pakken. Dat is helemaal wit. Ja, van de kou dan. Ja. En dan zeg ik echt, oh man, ik vond het eigenlijk. Ja, ik zit nog eens te wachten op van die handschoenen met alles erop en eraan. Ja, die handschoenen bestaan ook inderdaad. Maar met handvatverwarming vond ik het wel lekker. Omdat je dan met zowel zomer- als winterhandschoenen wel wat voelt. En je kan dan ook nog kiezen wat je aandoet. Soms vind ik juist een dunne handschoen lekker wanneer het kouder is. Want die handvatverwarming straalt dan meer door. Ja, dat is wel zo. Maar goed, ik heb toch altijd het idee dat alleen het je palmhand warmer wordt dan in vingers. Ja, en juist mijn vingers worden. En die voorkant. De keren dat ik in de kou rijd. Ja, sorry, ik doe dat niet zoveel. Nee. In Nederland is het maar 1 week echt koud. Nu met al die klimaattoestanden hier. Dus ja, Dan heb ik even koude vingers. Ja, maar handkappen hebben daar ook goed bij geholpen. Want het is vooral ook wind wat je toppen van je vingers opvangt. Ja. En die handkappen, die handvatten, die uit de wind. Ja, dat helpt ook een stuk. Je bent vertrokken vanuit Nederland. Niet dat we elk plaatsje gaan bespreken. Maar neem ons eens mee op je route naar de Noordkaap. Want je kunt op verschillende manieren. Je kunt met de boot, je kunt helemaal over land als je dat zou willen. Ja, ik zag dat. Wat heb je gedaan? Die nieuwe boot die ging vorig jaar, dat was dat nieuw, die Holland-Norway Line. Dus vanaf de Eemshaven, Groningen, kon je dan met een boot naar Noorwegen. Dat was ook een van de afwegingen waarom ik in februari dacht, dat ga ik doen. Ja. Dus ik kon rechtstreeks, en voor mij is de Eemshaven maar een uurtje rijden, een klein uurtje. Dus ik stap op een motor. Ik ben naar de Eemshaven gereden, daar kon ik op die hele grote veerboot stappen. Dat was 's middags. En 's morgens kom je dus aan op Kristiansand, in het zuiden van Noorwegen. En vanaf daar, 's morgens 9 uur, rij je de boot af en heb je een volle dag te gaan. Dus dat was superleuk. En toen ben ik richting Oslo gereden, want dan rij je zeg maar langs de oostkust omhoog. En dan van Oslo naar de overkant, zeg maar naar de westkust gereden. Dat is wat meer de fjorden en zo liggen, toch? Ja, dan ga je eerst een hele mooie hoogvlakte over, verschillende hoogvlaktes. Maar het is echt een hele mooi, heel mooi stuk, een hele mooie reis, hele mooie passen heb je dan. En dan kom je in Trondheim, een mooie historische stad. Want dat vind ik ook altijd wel leuk om gedurende de reis af en toe wat cultuur mee te snuiven. En toen, nou wat het hoogtepunt was Lofoten. Toen was het heel mooi weer. Toen dacht ik, nou ik ga gewoon die Lofoten op. Dus in de boot gegaan, de Lofoten overgereden. Nou dan zit je eigenlijk al heel erg aan de noordkant. En dan omhoog naar het allernoordelijkste puntje van ons continent. Dat is waar dat hele gekke gebouw staat met wat je altijd op alle foto's ziet, toch? De Arctic Circle. Nou, Arctic Circle is nog eerder. Yeah. Arctic Circle is, is de Arctische grens. Yeah. En dan rij je nog bijna 1000 kilometer naar de Noordkaap. Dat is nog een heel eind verder. Heb je geen enkel moment gedacht daarvan, goh, wat doe ik hier eigenlijk in mijn eentje? Nee, ik kan met niemand dit delen. Nou, dat lijkt me juist het gek. Hè? Ja. Als je helemaal alleen bent, dan wil je toch even tegen iemand Eureka moment even heb je delen. Dat gezien? Heb je dat gezien? Nou, ik heb me niet vaak alleen gevoeld, want eigenlijk rijdt je hele familie op de weg. Bij ieder tankstation, bij iedere camping, je komt overal familierijdend motorliefhebber tegen. Ja. En met de mooiste verhalen van, goh, wat heb jij vandaag gezien? Of waar ben je naar op weg? Ja, het is spectaculair. Dus als ik mijn verhaal kwijt wou, ja, in mijn helm heeft heel veel met mij meegemaakt. Ja. Maar er zijn ook voldoende mensen die je dan 's avonds op de camping of bij een tankstation met een bak koffie in het Engels of Duits of handen en voeten wat kan vertellen. Ja.
Want dat hoor je wel vaker van mensen die alleen op pad gaan. Dat je juist dan min of meer gedwongen wordt om met locals en vreemden te praten. Dus dat je juist meer contact hebt. Ja. Want als je met je vaste groepie gaat, ja, dan praat je met dat groepie alleen. Ja, mensen spreken je minder snel aan, denk ik. Als je met een groep bent. Als omdat je alleen reist. En helemaal, er komt zo'n lange vlecht onder die helm vandaan. Als je mijn helm dan afzet, dan zijn de mensen al heel gauw benieuwd naar, als je helemaal in Noorwegen rijdt met een Nederlands kenteken, van wat doe jij dan hier alleen? Ja, ja, het is heel grappig. Ja, ja, dat is waar. Had je de route helemaal van tevoren uitgestippeld, of dacht je gewoon, ik rij naar het noorden en dan kom je vanzelf op de Noordkaap? Nee, ik had hem niet helemaal van tevoren uitgestippeld. Wel de eerste 2 dagen. Ik dacht, oh, dat is wel lekker dat je een beetje weet van, nou, waar ga je de eerste 2 dagen heen? Maar ik heb heel erg met het weer gereisd. Dus naarmate wat de weerapp zei, Oké, dan ga ik of veel kilometers maken, of ik steek een pas niet over of wel over. Want je maakt gemiddeld sommige dagen 300, sommige dagen 800 kilometer. Het hangt er heel erg vanaf wat voor weer het ergens is. Soms is het aan de ene kant van de pas heel mooi weer en de andere kant niet. Dan ga je niet oversteken. Nee. Dat is ook wel een voordeel als je alleen reist. Je hoeft nooit te overleggen met, goh, hoeveel wil jij nog? En dan wil jij 200 rijden en de ander wil 600 rijden op een dag. Ja, als je in je eentje bent, ik zie het wel. Het komt wel goed. Ja, ja. Hoeveel zin heb je? Hoeveel zin heb je om te rijden? Hoe mooi weer is het? Hoe moe ben je? Ja, het alles bepalen. En alles met een tentje of uiteindelijk toch ook een luxe hotel af en toe? Nee, ik reis het liefst met een tentje. En ik heb 2 keer, en dat heb je in Noorwegen, dat is echt superleuk. Daar heb je van die hutjes. Hutjes? Van die blokhutjes, zeg maar. Dat verhuren ze dan. En er staat letterlijk een bed in. En als je geluk hebt, een klein keukentje. Mm-hmm. En dan zet je je motor naast. En dan heb je een droge plek. Want ik had 2 keer gehad. Dan is het 's morgens en 's nachts bijvoorbeeld heel koud. En dan heb je condens. En is je tent zeiknat. En dan pak je je tent in. Maar dan worden je spullen op een gegeven moment ook koud. En alles wordt koud van het rijden. En toen heb ik mezelf wel eens af en toe zo'n hut gegund. Ik geloof dat het 3 keer geweest is. Ja. Oké. Okay. Wat kost zo'n hutje dan? Nou, dat huur je gewoon op de Bonnefoy. Ja, dat is iets van in verhouding tot wat je in Nederland betaalt op een camping, echt niks. Ja. Ik geloof dat het iets van voor een nacht is het €20 of zo, €25. Jij bent ook echt natuur- en kampeerliefhebster, want jij kwam net aan en ik zei, waar moet je vandaan komen? Nee, ik heb hier een kampeerplek in Hilversum gehuurd. Ja. Jij bent wel van het andere hout gesneden dan wij. Want je zal ons niet zo snel in een tentje zien, denk ik. En zeker niet in een nat tentje. Dan ben ik al gauw klaar, hoor. Ja, ik dacht vuurtje vanmorgen. Maken. Ik dacht vanmorgen, nou, ik ga naar Hilversum. Dat is voor mij toch 1,5 uur, denk ik, ongeveer. Ja. Daar heb ik 3 uur van gemaakt. Want ik kies natuurlijk wel leuke routes even. Ja. Dus even daar langs, nog even dat zien. Ja, want je komt uit Drenthe, hè? Ja. 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 Dus toen dacht ik, oh, maar ik pak mijn tent mee. Het is stuk mooi weer vandaag. Een tentje opgepakt en... Nou ja. Dan komt er nu een vraag van een kampeer no-no. In een tentje kamperen in Noorwegen. Gevaar voor beren of zo? Ja, je hebt de beren, zeker. Wat doe je dan als er een beer in de buurt komt? Nou, die komen op eten af en zo. Ja, maar als je dus voorzichtig bent met geen eten achterlaten. Want daar komen ze natuurlijk op af. Dan valt dat heel erg mee. Nee. Ja. Volgens mij zijn ze banger voor jou dan... Andersom. Maar ben je überhaupt wel eens even bang geweest op zo'n lange tocht? En nou ja, Dennis zei net al, vrouw alleen. Misschien denken wij in hokjes. En, maar ja, goed, ook ik zou, als ik dat helemaal alleen zou moeten doen... Ja, zoveel buitenlandervaring heb ik niet. En ja, er is allemaal wat kapot gaan en het is koud. En nou ja, goed. Heb je wel eens even een moment gehad dat je dacht van... Oeps. Ja, ik heb 1 keer een moment gehad. Dat was, ik was inmiddels 3 uur onderweg. Ik had een hele mooie route... Die dag, 3 uur onderweg, niemand tegengekomen. Dat zijn echt van die weggetjes, nou, wauw, daar word ik heel blij van. Echt door de bergen heen. Op weg naar een hele mooie waterval, maar een beetje gravel. Dus ik denk, oh ja, we gaan het proberen. Volle bepakking, dus dat was best wel een uitdaging. En zo'n die XJ900 is niet echt gebouwd op volle bepakking. Ik heb geen vaste koffers, want dat vind ik iets vreselijks. Dus ik had tassen en nou, dat is toch wel echt iets anders. Dus dan heb je 100 kilo achterop. Met je tent en je slaapspullen. En, gravel, gladde tunneltjes. Want op die weg had je geen verlichting in de tunnels. Met heel veel tunnels in Noorwegen. Het is allemaal bergen. En toen ging mijn koplamp stuk. En dan? Nou, dan rij je een tunnel in. En heb je, als het heel mooi weer is, niet in de gaten. Het was gewoon een stralende dag. Mm-hmm. Dus je rijdt zo'n tunnel in. En dan is het donker.
En je hebt dus helemaal niks. Dus remmen, glad, want in een tunnel is het altijd nat. Ja. Dan heb je naast beide kanten van de weg heb je ongeveer een meter afgerond. Want daarbinnen sleept dan, als het sneeuwt, gaat al dat water die tunnel. Dan moet die weg droog blijven. Dus aan de beide zijkanten zit echt een enorm gat. Zeg, een grote sloot in de tunnel. Dan denk ik, ja, ik zag geen steekvrogen. Voor hetzelfde geld rijk je nu linksom, rechtsom die greppel in. Voorzichtig gaan remmen. En toen stond ik vol in mijn beleving scheef op de weg. Geen kip te bekennen. Ik denk, hoe dan? Ja. En nu? Klotsende oksels. Allerlei lampjes. Ik denk, ja, alarmlampen. Maar dat geeft natuurlijk helemaal geen licht. Ik dacht, ja, achteruit geen optie. Want die tunnel was naar beneden. Het was glad, water. Grind. Ik denk, ja, waar? Afstappen was ook geen optie, want ik had al die bagage achterop. Ik denk, als ik één keer kom te wankelen, dan ligt die motor plat. En toen heb ik alle knopjes die ik maar kon bedenken ingedrukt. En toen om licht te maken. Okay. Ik dacht, nou, mijn telefoon eraf. Ik denk, mijn zaklamp op mijn telefoon of iets. En toen zo in ene dacht ik, wacht eens. Mijn groot licht is natuurlijk een ander licht dan mijn dimlicht. Ja. Dus mijn groot licht, bam. Aan. Licht. Gered. Jammer van de tegenliggers dan maar eventjes. Oh, die waren er niet. Ik ben nog twee uur niemand tegengekomen. Maar na die tunnel heb ik wel even mijn motor op een goed plekje neergezet. Heb even een glas water, want dat heb ik. Ik heb altijd water bij me. Even pauze momentje. Ja. 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 Ja, want heb je dan iets van pechhulp of zo internationaal afgesproken voor het geval het zwaardere pech zou zijn dan een lampje? Niet dat dit fijn was, maar... Ik heb wel met mijn verzekeringsagent van tevoren doorgesproken. Zei, nou, ik maak nu een reis en ik ga alleen en ik ga met een motor. Bijvoorbeeld zoals vervangend vervoer heb ik wel doorgenomen. Dat wou ik wel heel graag. Dat kun je dan niet altijd zeggen dat je dat ook op de motor wil doen. Want dat was mijn voorwaarde. Ik zei, ja, ik wil wel me extra verzekeren, maar dan wil ik wel graag dat ik ook met de motor de reis kan afmaken. Niet dat ik straks met vervangend vervoer een of andere auto krijgen en dat ik dan met de auto naar die Noordkaap rijd, dat is natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus, maar goed, dus ik heb wel bij mijn verzekeringsagent het een en ander geregeld, inderdaad. Want het is natuurlijk niet alleen maar een lampje wat stuk gaat, inderdaad. Nee, het kan van alles zijn. Je kan een bougie vervangen, maar ja, wat doe je als je lek rijdt? Heb je bijzondere bandenmaat of valt dat wel mee? Nee, valt mee. Je hebt niet overal dealers zitten die alles maar op voorraad hebben natuurlijk. Nee, zeker niet. En voor mijn koplamp, voor mijn dimlicht ben ik uiteindelijk ook wel naar de dealer gegaan, maar dat was bijna 500 kilometer. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl. Je luistert naar aflevering 88 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Straks nieuws over de viering van onze 100ste aflevering. Die gaan we binnenkort opnemen. Daar hoor je zometeen alles over. En we hebben nog leuke mailtjes binnengekregen over motorlawaai en over de kilometerstand van een tweedehands motor. Dat zometeen in de motorpodcast. Marjan, ik heb dezelfde motor gehad als waarop jij hier naartoe bent gekomen. En het is mij gelukt om dat exemplaar destijds kapot te krijgen. Ik heb altijd unieke dingen, tenminste, dat zegt het. Of dat zei de dealer dan tegen mij. Nee, meneer Kroon, zoiets is echt nog nooit gebeurd. Maar dan was het bij mij wel gebeurd. Zo is het mij gelukt om het kardan kapot te krijgen. Na een wilde rit, ja, er zit zo'n soort, wat is het, een soort ontluchtingsplug op. En ja, die was er natuurlijk bij mij helemaal vanaf. En ja, nou ja, ik zie in jouw gezicht dat het bij jou nog nooit zo erg is geweest. Ja, helder, Peter. Ja. Hey, laten we de pechmomenten even vergeten. Wat is je positief bijgebleven? Wat is je meest memorabele moment van deze prachtige vakantie? Als ik de foto zo zie, in ieder geval. Je rijdt van ansichtkaart naar ansichtkaart. De reis was echt, ja... Iedere dag heb je wel zo'n euforisch moment. Je denkt, oh, of het is heel vervelend weer dat je een pas overkomt met enorm kou bevroren handen, wat jij net zei, Peter, of... Maar dat je dan uiteindelijk wel weer beneden staat en denkt... zo, dat was wel gaaf, zeg. Het is wel gelukt. Ja. Dus wat is dan het meest memorabele moment... is best wel lastig om te noemen. Ja, de bestemming halen was wel vet. Want je hebt het, dan sta je daar met heel veel liefhebbers. Wat ik wel heel mooi vond, is dat ik daar om middernacht stond. Het was net na de langste dag. Ja. Dus dan... wordt het daar ook niet donker. Dus ik heb de zon daar op zijn laagste punt gezien, om 12:30 s'nachts. En dat is dan bij ons net als zonsopkomst, zeg maar. De zon raakt bijna de horizon en dan gaat hij weer omhoog. Dat is ook wel bizar. Dat is heel, heel tof. Hoe slaap je dan? Gewoon met een...
Nou, dat is wel een goede tip voor mensen die misschien nog naar de Noordkaap willen. Want het wordt daar in de zomer dus niet donker. Ik heb zo'n, hoe noemen ze dat? Zo'n kol, zo'n sjaalachtig ding altijd om als ik rij. Dat was tegelijkertijd ook mijn oogslaap. Hoe noem je zoiets? Maskertje. Ja. Het is universeel inzetbaar. Oh ja, goede tip. Was super handig, want het is heel tijd licht. Wat moet er verder mee in je koffer? Wat zou je iedereen adviseren om mee te nemen dan buiten dit? Nou, een beetje goed gereedschap is wel handig. Denk een beetje na over wat je nodig zou kunnen hebben. En de standaard dingen waarvan je denkt, ja, dat heeft iedere klusser wel bij zich. Een rolletje duct tape, voor alles en nog wat handig. Ja. Tie rips, voor altijd handig. WD-40, altijd handig. Dat soort simpelheid, maar ik heb ze allemaal gebruikt. Of een collega motorrijder vroeg of ik het mee had. Ja. Hoe zijn de Noren? Zijn dat aardige mensen? Super, ja. Ja, heel gastvrij. Ja. Maar ja, ik weet niet, als we in hokjes denken, of dat dan aan ligt aan dat ik een vrouw ben. Maar voor mij was het echt tof, ja. Trekt het jou, Peter, de Noordkaap? Ja, maar wel van hotel naar hotel. Dat heb ik ook een beetje. Maar hoe meer ook als ik door dit prachtige boek zit te bladeren. Het zijn bijna alleen maar foto's met mooi weer. Besneeuwde bergtoppen, groene bossen. Prachtige natuur en vergezichten. Denk, ja, dan toch trekt het wel. Maar inderdaad, van hotel naar hotel. En zeker als ik hoor dat je gewoon in Groningen kan opstappen. Ja. Of althans in de Eemshaven en je vaart met de boot naar Noorwegen. Ja. Super ideaal. Dan is het niet kinderspel, dat wil ik niet zeggen. Maar dan wordt het je wel comfortabel gemaakt om eraan te beginnen in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Zeker, je hoeft niet helemaal Zweden door. Hoewel dat natuurlijk ook superleuk is als je Zweden doorgaat naar de Noordkaap. Hoe heb je dit gecombineerd met je normale bestaan? Je bent moeder van 3 kinderen, toch? Mijn moeder van 3, ja. En ik heb een bed en breakfast aan huis. Ja, er moet ook tijd ingestoken worden. Zeker. En een vriendin van mij heeft op de boerderij gepast met de bed en breakfast. En mijn ouders wonen bij mij om de hoek. Dus daar ben ik heel erg gezegend mee dat die mijn backup waren, zeg maar. Ja, maar anders ga je niet zomaar 3 weken weg. Nee. Nee. Ja, het is wel even een dingetje 3 weken weg. Ik moet dan wel wat aan mijn vaste verkering uitleggen als ik even 3 weken mijn snor druk. Dus hoe heb jij dat... Nou, op dat moment geen vaste verkering. Dus dan ben je wat vrijer dan menig één, denk ik. Maar ik denk dat het soms ook een kwestie is van echt een streep in de agenda zetten en zeggen, dat ga ik doen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Toch is 3 weken echt wel te overleven. Ja, bijvoorbeeld de laatste aflevering met... Ja, Erwin Koelewijn uit Spakenburg, aflevering 85. Die ging... even naar Kaapstad. Ja, ik heb het gehoord. Die was een stukje langer onderweg en dan moet je echt gaan plannen. En bijvoorbeeld onze Hans Go, die de zijderoute, weet je, even naar China. Ja, dat moet je echt inplannen. Vrijnemen van je werk, wat dan niet alleen met je normale dagen kan, denk ik. Althans, in mijn werk niet. Maar 3 weken is nog wel te doen. Enigszins, weet je, dat kun je gewoon, of je nou 3 weken naar Spanje gaat of 3 weken op de motor naar de Noordkaap. Dat is wel te doen, toch? Ja, dat is onvoorzien. Je hebt geen vage inentingen en zo nodig en dat soort. Het is een heel praktisch land, lijkt me. Ja, zeker. Beschaafde landen. Beschaafd. Het is netjes. Ja, het is er heel netjes. Het zijn hele aardige mensen. Wegen zijn goed. Wel hoe noordelijker je komt, hoe meer greffel en grind je tegenkomt. En het is daar natuurlijk in de winter ook zo dat je daar. Daar strooien ze niet met zout zoals in Nederland, maar met grind. Dus je hebt aan de zijkanten van de wegen altijd heel veel grind liggen. Ja, daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ook in de zomer ligt dat natuurlijk vol grind. Ja. Dus als jij een parkeerhaven oprijdt... Ik ben ook 1 keer onderuit gegaan. Iets te haaks om. Met 100 kilo achterop. Ja. Denken, dat red ik net en net niet. Veel schade viel toch mee? Nee. Want dat is ook het voordeel van bagage. Dat vangt heel veel. Ja, dat vangt een hoop op. Ja. Had je speciale banden of niet? Nee, gewoon... De normale Nederlandse straatband. Gewoon straatband, ja. Ja. Nou zei je net van toen je aan die reis begon, geen vaste verkering. Heb je inmiddels weer verkering met een motorman, vrouw of? Nee, geen motorman. Nee. Niet? Nee, niet. Oké. En wat vindt hij van je hobby? Ja, van je passie? Nou, dat wist hij van tevoren. Dus ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is natuurlijk superleuk als je zo passievol met elkaar kan delen. De een heeft een passie voor motorrijden, de ander heeft dat voor vlinders kijken of voor iedereen heeft... Iets wat hij superleuk vindt. Nou, bij mij is het met 2 of met 4-cilinder. Ja. Als je in Nederland rijdt, rij je dan ook alleen? Of heb je dan wel motorvrienden en vriendinnen die met je meegaan? Ik heb heel veel mensen die natuurlijk wel motorrijdend Nederland zijn. Die ik ken of waar ik mee rij.
Ja, maar stiekem rijd ik het liefst alleen, erger. Nee, nou, ik snap het wel. Ik vind het ook fijn. Ja, ik vind het wel. Let's shake hands. Ja, gisteravond ook eventjes, wat was het, bijna 200 kilometer door de Betuwe gereden. Ja, heerlijk. Gewoon, het is nu lekker weer s'avonds. Dus dat, ja. Waarom niet? Ik rijd net zo lief met een paar vrienden, hoor. Maar ik vind hem eentje ook echt dikke prima. Nou, wat ik leuk vind is als je met vrienden gaat rijden, dat je dan 2 uurtjes een rondje rijdt en dat je afslagen neemt die je voor jezelf denkt, oh, hey, dit zou ik niet doen. Ja. Of hier ben ik nog nooit geweest en het is om de hoek. Hoe grappig. Ja, iedereen heeft toch wel een beetje dezelfde soortige routes die je rijdt als je niet samen rijdt. Dus het is voor de afwisseling wel heel leuk. Ja. Ik was laatst ook met vrienden rijden. En nou, wat gaan we rijden? En, ja, jij bent meer van die N-wegen. Ik hou wat meer van doorrijden. En dan gewoon die 60, 80, 100 wegen. Maar hij wilde juist een beetje die binnendoor, zeg maar die boerenlandweggetjes. Ik vind dat eigenlijk te klein. Maar ja, nu ben ik op plekken gekomen. Ik dacht, oh ja, dit had ik nog nooit gezien. Het is inderdaad een hele andere omgeving. Net even van die N-weg af. Dus ik snap je wel. Ja, als je met anderen rijdt, kom je op andere plekken. Ja. Jij bent meer van ploffen natuurlijk. Ja, ik ga niet zo hard. Nee. Ik was echt 70 op een N-weg en dan kijk ik een beetje om me heen. En dan heerlijk, toch? Ja, dus... maar jij bent ook een beetje van de natuur en dat is ook je werk. Hè? Behalve dat je die B&B hebt. Vertel, wat doe jij allemaal met natuur en hoe is dat te combineren met motoren? Nou, het is natuurlijk wel superleuk als je op je motor... je ervaart de elementen zo mooi. Hè? Je ervaart de wind, je voelt de zon... en je rijdt door het landschap, je ziet het heel anders. Je beleeft het heel anders, vind ik, op een motor... dan als je op de fiets zit of in de auto zit. Dus dat is heel goed te combineren. In die zin, je beleeft het landschap meer, vind ik, met motorrijden. Mm-hmm. En naar mijn werk en van mijn werk kan ik uitstekend met de motor rijden. Dus dat is heel goed te combineren. Het doet ook echt altijd woonwerk op de motor? Niet altijd, nee. Soms laat het niet toe. Dan moet ik te veel spullen meenemen, maar... soms is het ideaal. Terwijl je toch op die Teneré hier, er staat een bakbeest voor de deur... met koffers en al, je kan een hoop meenemen. Ja, je kan veel meenemen, ja. Ja, het ook altijd alles mee op dat apparaat. Ja, ik kan heel tof. Koffers erop en zo, en dan lekker vol proppen. Ja, dus, ideaal. Ja. Maar ik ben heel blij mee. Doe eens een elevator pitch voor Drenthe. Waarom zou heel motorrijdend of motorpodcast luisterend Nederland naar Drenthe moeten komen? Buiten dan natuurlijk as. Of juist niet. Of juist niet. Dus lekker blijf weg. Nee. Nou, wat superleuk is, ik heb zelf een bed and breakfast thuis, puur Drenthe. En wat je daaraan merkt is dat mensen... oh, wat is het hier stil, wat is het hier donker, wat is het hier nog rustig op de weg... Ik zit vlakbij het circuit, dus een kwartiertje. Dat is ook voor luisteraars superleuk. Nu. Ja, ja. De GP komt er natuurlijk weer aan over een paar weken. Tenminste, nu we het opnemen. Ja, ja, dat is heerlijk, spectaculair. Dus een rondje Drenthe staat wel synoniem voor. Rondje richting het circuit, door de bossen, rustige wegen... waar je weinig mensen tegenkomt. En het is heel groen, het is heel afwisselend. Heb jij ook routes alvast als GPX'jes voor mooi Drenthe en omgeving? Dat je dan zegt, van, als je toch op de motor komt... dan heb ik nog wel een bestandje met een mooie nou, route. Als je bij mij komt logeren, Peter... dan geef ik jou een mooi GPX-routetje. Okay. Maar hoe leuk dat jij een B&B hebt vlakbij het circuit. Ja. Dan heb je natuurlijk heel veel motorrijders te gast. Ja, ik heb best wel regelmatig mensen met een motor te gast. En die, dat vind ik natuurlijk zelf ook superleuk, want het is ook mijn grote passie. Dus die mogen dan de motor naast die van mij neerzetten in de schuur. En we kunnen een rondje rijden samen als het een keertje zo uitkomt in de planning. Of ik taxi eventjes met iedereen naar het circuit om even te kijken. Ja, je bent natuurlijk een insider. Het is voor mij allemaal om de hoek. Ja, dus, B&B heet Puur Drenthe. Ja. Ja. Er wordt mij best wel eens gevraagd, waar vind ik nou die show notes? Want we hebben het heel vaak over show notes, waar deze informatie dan in staat. Die show notes vind je in je podcast app, dan kun je vaak naar de aflevering. En daarin zetten we alle informatie uit deze aflevering. Dus maak ook even een linkje naar jouw B&B. Nou, dus zit thanks. Je nou te luisteren en wil je binnenkort een keer naar Assen... of wil je gewoon naar Drenthe en lekker een keer daar slapen? Check de show notes. Ja. En het is een B&B met sauna, hè? Zeker. Zo, dat spreekt mij wel aan. Ja, dus... ik vind het heerlijk om een hele dag rond te rijden. Dat je echt helemaal gammel bent. En dat je gewoon echt met het snot van je ogen hebt gereden. En daarna even in de sauna. Relax. Dat is echt super gewoon. Ja, goed zo. Goed zo. Nou, maar, die heb ik staan, ja. Maar, en zelf ben je van de teentjes. Ja.
bedoel, dan er zit geen sauna in een teentje. Nee, ja, of het geen moet, sauna. Die heb ik thuis, hè? Die heb ik thuis. Oh, dus daarom zoek je het op die manier op. Oh, het lijkt me echt zo vreselijk. Dan ga je kamperen in een tent en dan is het nou 25, 30 graden buiten. En dan moet je slapen in zo'n snikhete tent. Ja. Ja, als het goed is, zet je hem op de goede plek neer. Dat hij. Oh, kijk, hier komen de tips van de pro. Dat hij niet te heet is in ieder geval. Ja. Dat je 's morgens de tent niet uitbrandt. Nee. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Marjan, nou ben jij naast fanatiek motorrijdster ook communicatiemedewerker bij Natuurmonumenten. Valt dat een beetje te rijmen? Want van motorrijders wordt natuurlijk vaak gezegd: herrieschoppers, dat past niet echt bij de natuur. En dan werk je voor zo'n natuurorganisatie. Wat zeggen je collega's ervan dat je op een motor komt? Ik heb heel veel collega's die ook motorrijden. Uiteindelijk denk ik dat je, wanneer je in je eentje op de motor zit, minder uitstoot hebt dan wanneer je eentje in de auto rondrijdt. Tenzij je elektrisch rijdt. Maar daar zijn de discussies ook wel over gaande. En je beleeft net wat ik eigenlijk net al aanraakte. Je beleeft het landschap op een hele andere manier. Ja. Dus het is wel. Ja, ik denk bij natuurmonumenten altijd aan wat ik dan, ja, misschien een beetje denigrerend, de groene rakkers, hè, die dus echt. Tegen alle verbranding. Ja, dat je eigenlijk geen fossiele toestand meer. Dat bedoel ik. Daar denk ik aan bij natuurlijk. Ja, maar zijn ook maar gewoon mensen, hoor. Oké, dus die geven ook nog gewoon gas. Ja, of herrie maken in een natuurgebied. Nou, daar zit ook wel een grens aan. Ik bedoel, ik ben ook geen motocrosser die illegaal de paden rondcrost. Nee. Ik heb geen crossmotor. Killertjes er netjes in. Rij gewoon netjes op de weg. Probeer me een beetje binnen de grenzen te houden. Toch kun je met zo'n Tenere ook over het Pieterpad heen, hè? Als je wil. Ja. Als je wil, kan het. Ja, maar dat wordt je niet in dank afgenomen. Nee. En die wandelaars ook niet, nee. Dus, maar is elektrisch rijden voor jou ooit de toekomst? Of zie je dat voorlopig niet? Ik hoor wel steeds meer mensen dat het eigenlijk best wel leuk is, zo'n elektrische motor. Peter heeft laatst ook een goede ervaring gehad. Ja, was het leuk? Ja, het trekt natuurlijk heel snel op. Echt zo, zonder dat je hoeft te schakelen natuurlijk. Je hebt meteen dat koppel, je wordt echt gelanceerd. Ja. Ook meteen weer een paar boetes natuurlijk. Alleen ja, de acceleratie, of tenminste het bereik van het apparaat was niet zo enorm. En daar hebben we al ook wat reacties op gekregen van luisteraars. Van ja, dat maakt allemaal niet meer zoveel uit, omdat je hem overal op kunt laden. Maar de dag dat ik met dat ding aan het rijden was, had ik dus natuurlijk niet zo'n laadding bij me. Oh. Ik bedoel, ik had hem even te leen. En ik was heerlijk even aan het rijden. En na 146 kilometer was het low battery en gauw terug. Maar ja, ik had niet zo'n laadpasje. Sterker nog, ik zou niet eens weten hoe ik dat ding op moet laden. Er zat wel een kabel in zitten. Ja, net zoals bij een auto, denk ik. En dan naar zo'n fastnet ding, dan betaal je wel de hoofdprijs langs de snelweg. Maar ik neem aan dat je me gewoon. Oh nee, er waren twee laadsystemen. Dat was het. Nou, daar heb ik me dus niet in. Ik heb het ding gepakt of ik ben erop gestapt. En ik heb gezegd van, is die opgeladen? Ja, hij is opgeladen. Ga je gang, ga lekker rijden met dat ding. Dat heb ik gedaan en het was ook echt leuk. Ja, gewoon heerlijk dat zoeven. Ik zie mezelf nog wel eens naast een motor die gewoon lekker ploft. Want dat vind ik ook fijn. Ja. Toch op zo'n elektroding rijden. Ja, nou, ik heb er twee in de schuur. Misschien wordt het dan drie. Ja. Oh, je doet uiteindelijk. Maar ik zou niet iets wegdoen, denk ik. Nee. Never sell, just add. Ja. Dat. Gewoon. En we hebben het aanbod nog staan om op de elektrische Oeral te gaan met zijspan te gaan rijden. Moeten we ook nog steeds een keer doen. Ja. Oh, leuk. En we hebben een keer de boswachter. Dat was bij de motorbeurs. De motorbeurs, ja. Dat was ook iemand van Natuurmonumenten. Is dat van Natuurmonumenten? Nee, Goors Natuurreservaat. Natuurreservaat. Ja. En die reed ook op een elektro. Ja. Een crossmotortje. Hier over de hei, hier in de omgeving. Dus hij houdt de reetjes in de gaten. Maar toezicht met de elektromotor. Ja. Dus heb ik ook van, dat wil ik ook wel. Ja. Maar ja, toen moest ik meteen een soort tentamen met toen vroeg hij van, wat is het verschil tussen een beuk en een eik? Nou, toen hield het al snel. Is te leren, nee, Peter, hoor. De Latijnse benaming voor dennenboom of zo, zoiets vroeg hij. En als ik dat niet in één keer wist, kon ik geen boswachter worden. En dus ook niet op een elektromotor. Oh. Dus, Over herrie gesproken. De Motorpodcast. Veel post binnengekregen en ik heb er twee uitgehaald. Je krijgt altijd antwoord als je ons een mailtje stuurt. Maar de keuze gemaakt om nog maar twee dingen in de uitzending te behandelen. Anders zijn we over een uur nog niet klaar. Deze haakt wel een beetje in op het motorgeluid, Peter.
Ik ben een Nederlander die in de Harz in Duitsland woont. Ik luister regelmatig naar jullie podcast, maar er is iets dat me enorm irriteert. Het bejubelen van de herriepijp. Doe met mij vooral dat. Het onzinnige argument dat uit de VS is overgewaaid, namelijk loud pipes save lives. Nou, dat jij roept het ook wel eens. Dat roep ik wel eens, maar ik ben niet iemand die zegt, jongens, haal die einddemper er maar uit. Nee, dat is allemaal. Dat heb ik nog nooit gedaan. Hij zegt, de signaalwerking van een blairpijp gaat alleen dan op wanneer je de pijp achterstevoren monteert, maar dat stuurt weer een beetje lastig. En het enige dat een herriepijp doet, is de ingehaalde, dus de persoon die je inhaalt, een hartverzakking bezorgen, want hij of zij heeft je echt niet horen aankomen. De herriepijp aanprijzen werkt dan ook de inspanningen van de macht tegen en brengt de nodige imagoschade met zich mee, zoals afsluitingen bijvoorbeeld. Natuurlijk is hard motorgeluid muziek voor mijn oren, net zoals Rammstein, maar wanneer ik die door de luidsprekers naar buiten zo blazen, zodat een ander met mijn muzieksmaak onvrijwillig moet meegenieten, vind ik dat ronduit asociaal. Moraal van het verhaal, doe wat je wilt, maar promoot nou niet die herriepijp als iets dat er nu eenmaal bij hoort. Hij is nog niet klaar, want we krijgen nog meer les. Dan de driewielers, daar hebben we het vaak over gehad. Ja. Moeten jullie die berijders nou echt belachelijk maken? Ze zijn eigenlijk niets minder belachelijk dan knee-sliders die nog nooit het asfalt hebben aangeraakt, of een schaamrand van centimeters breed op de banden van een Panigale S. Wat doet het nou eigenlijk ter zake? Het gaat er toch alleen maar om dat je op je eigen manier van de motorbeleving kunt genieten. Nou, René Vorgers, ik geef je helemaal groot gelijk. En hij nodigt ons ook nog eens uit om in de Harz te komen rijden. Want hij zegt, het is een waar motorparadijs. Dat is zo. Dank voor je mail, René. We hebben nog een reactie gekregen van Luit Tinke. Die heeft bonusaflevering 13 teruggeluisterd. En die moest ontzettend lachen over ons verhaal over de maximaal 15.000 kilometer op een tweedehands motor. Hadden we toen over. Ja. Hij zegt, dat is voor mij net ingereden. Want dat is namelijk precies wat ik in een seizoen rijd. Wat eigenlijk veel belangrijker is hoe het onderhoud is geweest. Of het nou een tourbuffel, een racer, een allroad of een chopper is, de kilometerstand aan zich zegt helemaal niks. En wat ook altijd leuk is, is de tekst in advertenties: de banden kunnen nog wel een seizoentje mee. Hoe weet die verkoper dat? Ja. Hij rijdt zo'n 15.000 kilometer in één seizoen. En een knap gebruikt bandje die dat redt. Het gaat om de algemene indruk van de motor, het uiterlijk. Is die schoon, zitten de krassen op, gebruikssporen? Hoe zijn de slijtagedelen, de ketting, de bandenslijtage, de koppeling en hoe voelt het schakelen überhaupt zelf? En de typische kwaaltjes opzoeken en vragen of die verholpen zijn. De kilometerstand is dan echt veel minder interessant, net zoals het bouwjaar. Eigenlijk is de belangrijkste vraag, krijg je een wauwgevoel en heb je een vertrouwde indruk van de verkoop? Nou, moeten we wel gelijk geven. Heeft een punt, ja, ja. Absoluut. Nog drie nieuwe vrienden van de show bedanken. Mark van de Vrede, Frits Groeneveld en Danille Campo. Dank voor het zijn van vriend van de show. Wil je dat ook worden en nog meer horen van onze gasten in de Nabranders? Ga dan even naar demotorpodcast.nl en klik op vriend van de show. De Motorpodcast. Snel terug naar onze hoofdgast, Marjan Dunning. Je bent ook naar Andorra geweest. Ja, vorig jaar, ja. Doe maar. Ja, ik was terug van de Noordkaap eind juni. Dan was de andere kant op. En ik dacht, oh ja, dat zuiden is ook wel heel lekker. Nee, grapje. Nee. Ik had mijn ogen laten vallen op die Super Tenere waarmee ik nu hier ook ben vandaag. Mm-hmm. En ik vind toch wel lekker als je dan net een nieuwe motor hebt om daar dan echt even echt mee weg te gaan, de bergen in. Dat heeft een heel ander gevoel dan dat je een rondje Nederland doet. Ja. En Ik had nog 2 weken staan voor mijn werk om vrij te kunnen. Mm-hmm. Ik dacht, nou, ja. Gaan. Ja, iets in je zei, dan moet ik naar Andorra. Dat wordt Andorra, ja. Geen idee waarom. Ook zo'n bucketlist ding, denk ik. En nooit geweest, leek me leuk. Wat staat er nu nog op die bucketlist? Want bucketlist is eigenlijk van het moment dat je opgehangen wordt. Hè, dan sta je op een emmer en dan schoppen ze die emmer weg. En dan voordat ze de emmer wegschoppen, moet je, daar komt bucketlist vandaan. Heb je nog een wens? Ja, heb je nog een wens? Ja, ja. Ik zou wel heel erg graag richting Albanië willen. Turkije, Albanië, dat is wel een hele mooie hoek. Maar het is daar nu zo heet. Dan moet je eigenlijk of vroeg in het voorjaar of in het najaar. In het najaar is alles heel erg dor. Mm-hmm. Dus ik hoop eigenlijk een keer in het voorjaar richting die hoek te kunnen. Dat lijkt me nog heel mooi. Ik weet niet of we daar al eens een aflevering over hebben Albanië, gedaan. Albanië, niet? Nee. Albanië, dat is toch een land van waar ze nog met een ezeltje voor een karretje rijden en zo. En dat moet toch heel mooi zijn. Is Wie is de Mol er ook niet een keer geweest? Albanië? Ja, volgens mij wel. Ja, toch? Ja. Onderontwikkeld land. Maar goed, misschien ongetwijfeld heel mooi om te rijden daar. Ja. Ik zag op je Insta, op weg naar Andorra, kom je daar natuurlijk doorheen. Riding in France is great. Wat is er nou zo mooi aan rijden in Frankrijk? Nou, ik ben een echte wijnliefhebber. Oh, dan snap ik hem. Dan is Frankrijk wel het summum. Ja. Ja.
Dus je bent via de Elzas of Champagne Elzas zo naar Bordeaux gereden, naar het zuiden gereden, richting Andorra. Ja, zoiets. Nee, ik ben van de Middellandse Zee, ik ben vanaf Parijs. Was wel een grappig verhaal trouwens. Ik vertrok hier met stralende zon, 's morgens. En ik had 's middags enorme regen in België. En ik rijd alles met mijn iPhone. Ik heb geen navigatie of wat dan. Ik heb alles gewoon met mijn iPhone geklikt op mijn stuur. En ik heb zo'n USB-poortje in mijn sigaretten. Hoe noem je zoiets? Ja. Zo'n USB-poortje. Dus ik laad alles netjes op. Top. Maar ik had zoveel regen gehad in België dat via de onderkant kwam dus water met telefoon in. Crash. Gewoon black screen. Ja, nog steeds heel veel regen. Ik denk, en nu dan? Ik had de bestemming Parijs, want dat Parijs is een dag te doen. Maar ja, je komt. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar Parijs en ik zie wel. En toen kwam ik Parijs door old school op borden. Nou, dat is echt vet leuk. Het is echt superleuk. Het is echt een aanrader om een keer te doen. Het is echt wel een beetje scary. Want je moet vol vertrouwen op wat je tegenkomt op de straat. Maar in Parijs, er staan die periferiek. Ja, het is echt vet. Botsen ze toch graag? Ja. Het was heel spannend. En als je daar als motor tussen zit, ik weet niet of dat zo fijn is. En ze rijden heel veel brommers. Mm-hmm. Het was echt, uitdaging. Maar dan heb je vanaf hier dus de snelweg gepakt. Want als je de borden Parijs volgt, dan ga je over de snelweg. Ja, ik denk de eerste 800.000 kilometer is eigenlijk te standaard. Als je naar Andorra wil, moet je die eerste 1000 gewoon gassen. Want die eerste 1000 kun je in een weekend ook doen. Ja. Het klinkt raar misschien, maar dat is niet interessant voor als je ver wil. Als je ver wil, direct kilometers maken tot aan halverwege en dan lekker gaan toeren. Weet je wat ook een leuke tip is? De N2, de Route Nationale 2, zeg maar de oude snelweg. Helemaal naar de Côte d'Azur volgens mij, vanuit Luxemburg. Oh, wauw. Schijnt prachtig te zijn. Wie had die nou gereden? Was dat niet, onze gast van Drie op Reis? Maurice Leden. Volgens mij heeft hij voor Drie op Reis de N2 gepakt. De Route Nationale 2. Hou me te goede, volgens mij was dat de RN2. En dan rijd je dus langs de Route du Soleil, maar dan over de Route Nationale. Dus de B-weg. De B-weg, en dat is volgens mij dan 100 kilometer per uur. Maar dus veel mooier langs de kleine steden en zonder tol. Is ook een aanrader. Leuk. Ja. Als je nu zit luisteren en wil dat even terugluisteren, zoek even de aflevering met Maurice Leder. Even uit het hoofd, aflevering 34. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Marjan, het is al eerder ter sprake gekomen. Je bent moeder van 3 kinderen. Voed je ze ook een beetje motortechnisch op? Ofwel, probeer ze op de motor te krijgen? Ik weet niet hoe oud ze zijn. De oudste is 15, de jongste is 9. Die wordt bijna 10. De jongste zit inmiddels op zo'n kleine pitbike. Ik weet niet of je dat een beetje kent. Ik heb een stukje land. Ik heb bij mij bij boerderij zo'n kleine 2 hectare. Dus er wordt af en toe wat gekrost. Motortje rondgekrost. Grond ontploegen. Ja. Maar mijn dochter die zit op paardrijden. Dus dat is een beetje anders. Maar wie weet komt dat nog wel. Ze hebben alle 3 wel achterop. Dat is wel heel leuk. Ja, zit mijn topkoffer achterop met die Super Ten Race. Dat helemaal ideaal. Dan zit je tegenaan, hè? Zit je tegen je topkoffer aan en dan zitten ze met hun helmpje lekker hoog. Kunnen ze alles zien. Ja. Ja, maar ik zit toch het liefst alleen erop, hoor. Ja. Ja, ik geef het ze graag mee. Mm-hmm. Maar als je ze nu al lekker laat wennen, dan gaan ze zelf ook wel motorrijden. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja, 100.000 euro voor je motorpassie. Wat ik zou doen? Moet op aan je motor, hè? Vooral. Nou, wat ik zou doen is dat ik het op zou maken aan vrije tijd, zodat ik meer motor kan rijden. Wat ik zou willen doen, is dat je dan voor zolang als ik nog mag werken, een maand per jaar onbetaald verlof heb om een maand te reizen. Oké. Okay. Dat ik dan vanaf nu gewoon elk jaar sowieso een maand kan reizen. Dat zou ik ervoor over hebben. En is Albanië dan je droombestemming? Of zeg je van nou, dan wordt het toch de zijderoute? Of van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika? Of voor mijn part Australië rond? Ja, er zijn nog zoveel mooie bestemmingen. Je mag kiezen, je mag boeken ticket. Oh, nou, die Kaapstad, die aflevering die we ook gehad hebben. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, dat heeft me enorm aangesproken. Maar wacht even, ik pak de rekenmachine er even bij. Hè? Ja. Als we dan toch die ton er even doorheen moeten spoelen. Je zegt iedere zoveel maanden, of tenminste ieder jaar een maandje vrij. En dan iedere maand, of tenminste iedere keer, ieder jaar een reisje maken. Zeg 10.000 euro per vrije maand om even weg te kunnen.
Is dat een beetje in de richting? Of zeg je, ik doe alles met een teentje en dan kan ik nog meer maanden weg? Oh, dan kom ik misschien wel uit op meer maanden. Oké, okay, nou eventjes, wat ben je van plan om er doorheen te stoken? Hebben we het over een ton, dus... Je kan wat uitgeven, wil je zeggen. Ja. Wat kostte de Noordkaap bijvoorbeeld? Wat was je kwijt? Oh, goede vraag. Heb ik eigenlijk niet een totaallijst van gemaakt. Als je schatting moet maken? Wat tel je dan mee? Benzine, denk ik, is een grote kostenpost. Ja, dat was de grootste post, denk ik. Je hebt ook wat gear aangeschaft waarvan je denkt... oh ja, dat moet ik nou wel hebben, dat heb ik niet. Goede jas, natuurlijk. Goeie... Ja, goed pak is belangrijk. Ja. Nou, ik denk dat je toch al gauw op een 10.000 euro zit. Nou, dan zit je als van, nou, met 10. Ja, is niet dan zo gek, je, hoor. Maar dan kun je met een ton dus 10 keer weg. Ja, ja. Zou wel tof zijn. Een ander jasje, wat eten onderweg. Je hoeft natuurlijk niet iedere keer een vol nieuwe outfit te doen. Maar, nee, maar goed. Ja. En Noorwegen was wel duur met eten en drinken. Ja, ik heb één keer... Oh, dat is natuurlijk zo, ja. Scandinavië is hartstikke duur. Ja, ja. Dus ik heb... Zeker voor een wijnliefhebber, ja. Want alcohol is daar natuurlijk helemaal... Nou, ik zal je iets verklappen. Ik ben natuurlijk helemaal niet... ik had heel weinig bagageruimte en heel weinig plek om iets mee te nemen. En dan moet je wel selectief zijn in wat neem je wel en niet mee. Weinig gemist van wat ik dacht, oh, dat had ik wel mee moeten nemen. En ik heb, omdat wijn zo duur is in Noorwegen... niet een fles wijn, maar je hebt ook van die dozen wijn. Er zit zo'n vacuüm... zak in. Dus die doos heb ik opengehaald. Ik heb die vacuümzak in mijn tas gedaan. Nou, dat werkte heel goed. En die vacuümzak, die wijnzak, die legde ik af en toe in zo'n fjord. Dus was ik koud natuurlijk. Ja. Dus het wijntje werd lekker koud. Nee, dat ging echt dikke top. Oké. Dat was echt heel goed. Ja. Ja. Ja, ik heb één keer op een terras een glas wijn gedronken. Dat was €32. Één glas. Oh, sorry. Dat zijn geen grappen. €32 ja, voor een glas wijn? Dat ga ik niet elke dag doen. Nee. Wat een geld. Ja, bizar. En ik vergeet net te vragen, wat kost die overtocht dan? Nu we het toch over geld hebben? Van, ja, van de af. Eemshaven naar Noorwegen? Het hangt er wel vanaf in welk seizoen je dat doet. Ik geloof dat het in de zomer duurder is dan in de winter. Ik geloof dat het rond de €600 zit. Oh, dat is geen goedkope onderneming. Nou, het valt mij mee. Als je nagaat dat je er een hele dag... Je zit er een hele dag op. Ja. Het is een retour, hè? Ja, oké. Oh. En dan op de boot, motor vast, sjorren. Ja, hè? Ja. Nou, er zijn ook heel veel mannen die je daarbij kunnen helpen, hoor. Ja. En van Saskia geleerd om dan de handschoenen onder het zadel te doen? Ja, of onder zeker. Je sjorband? Anders beschadigt je zadel. Ja. 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 En wat ik deed is dat je ook wel... Ja, je hoeft er niet altijd vast te zitten. Want in Noorwegen is de ferry, de pont, is eigenlijk een heel regulier vervoersmiddel. Mm-hmm. Soms blijf je er ook op zitten of naast staan. Of hoef je niet altijd vast te zitten. Nee. Nee. Maar als goed, een klein stukje is. Ja, allemaal goed te overzien. Ja. Dus voor mensen die dat willen doen, behalve dat het €600 ongeveer kost. Maar ja, dat is toch wel eenmaal... Ja, eten en drinken moet je toch. Ja. Ja. Ja, maar voor €32 een glaasje wijn... Nee, die moet je niet elke dag doen, Dennis. Maar niet elke dan word je dag niet doen. Bezopen. Nee. We doen zo wel even een glaasje wijn bij de naam. Van het huis. Ja. Lekker. Ja, je moet nog rijden. Hoe ben je met alcohol en rijden? Nou, eigenlijk is dat niet goed, hè? Nee, ik vraag het aan jou. Nee. Eigenlijk is het niet goed, maar ik vind dat... Een wijntje moet kunnen. Je moet je gewoon houden aan hetgene wat mag. Ja. Nou ja, je mag als je een motorvoertuig bestuurt best 2 glazen alcohol volgens mij. Zoals, ja, promillage wat mag is geloof ik... Ja, ik hou me gewoon aan 1 glas. Ja, ik drink helemaal niks als ik op de met de auto doe. Dan gek genoeg weer wel. 1 of 2 wijntjes. Oh, ja. Maar met de motor 0. Hm. Ik vond dat wel zo slim. Ja, het zijn toch maar 2 wielen. Ja. Maakt het uit? Hou je daar rekening mee? Of dat je zegt van nou oké, ik ga motorrijden dus dan wat gevaarlijker. Dus... Met de motor anders is dan met de auto? Nee, denk ik niet. Nee. Ik rij net zoveel kilometers met de motor als met de auto. Dus voor mij... Ja, wat doe je eigenlijk op jaarbasis? Nou, dat hangt er wel van af. Vorig jaar heb ik natuurlijk wel meer gereden... omdat ik die 2 dikke reizen heb gedaan. Ik zit gemiddeld rond de 10.000 per jaar. Oké. Okay. Ah, ja. Netjes. Dat is netjes toch, ja. Ja. En dan wel het hele seizoen, behalve als het echt heel slecht weer is. Ja, of je dingen mee moet nemen. Ja, ik ga niet met dikke sneeuw rijden. Dat vind ik een beetje zonde. Met pekel op de weg vind ik ook zonde. Een beetje zuinig op mijn materiaal. Maar goed spoelen, hè? Ja, na afloop. Precies. Dat wil nog wel helpen. Ja. Ja, vind ik ook raar dat ze hier geen grind doen. In plaats van, dat vond ik wel een aardige oplossing. In die koude landen. Ja. Hè, dat ze grind strooien. Of zand. Man. Of zand. Nee. In Duitsland, ja, ik verafschuw dat. Want het is, ten eerste ligt het allemaal op de weg. Het zit allemaal tussen je schoenen.
Ik snap dat zout, dat tast dan weer je motor aan. Maar dan kun je even afspoelen en ligt overal ligt de grind op de weg. Ja, nou en? Ja, het schijnt heel goed te zijn voor het milieu, want je stopt geen zout in het milieu. Maar ik ben daar geen voorstander van. Nee? Doe maar lekker zout op de weg, hoor. Ja, nou, ik heb liever grind. Maar goed. Het moet gewoon niet meer vriezen. Nee. Ah, dat krijgen we vanzelf hier, hoor. Dat, ja, dat is ook niet goed, maar goed. Ja. Hey, we moeten het nog even hebben over ons feestje. We zitten namelijk bijna aan de tijd. We gaan nog even doorpraten zo meteen. Ja, de nabrander, blijf vooral zitten. Ja, de 100ste zit eraan te komen, Peter. Ja. We hebben goed nieuws, want we hebben de knoop doorgehakt. We gaan de 100ste opnemen. En jij als luisteraar van de Motorpodcast kunt daarbij zijn. Ja. Pak je agenda, schrijf erin, maak een notitie in je telefoon. Zondag 15 oktober... ben je van harte welkom in Hilversum om bij ons te gast te zijn en de speciale aflevering de 100ste mee te maken. Het duurt van 3 tot ongeveer 6. Ja. We gaan het in Hilversum doen met speciale gasten. Ja. In de Vorstin in Hilversum. De motor kun je gewoon voor de deur parkeren. En je kunt dan even kennis maken met ons. Het enige wat we aan je vragen is om eventjes een ticket te kopen. Kost maar €5. Maar daarvoor krijg je dan wel weer van ons het eerste drankje gratis. Je kunt eventjes met ons kletsen. En we zijn benieuwd of jij een vraag voor ons hebt. Want we gaan natuurlijk een speciale aflevering opnemen. Dus als jij iets van ons wilt weten of iets wat we mee moeten nemen in die 100ste aflevering, mail het ons of vermeld het eventjes bij de aankoop van je ticket. En waar koop je dat ticket dan? Dat doe je natuurlijk op demotorpodcast.nl. Goed nieuws voor vrienden van de show. Want die moeten even naar de nabrander luisteren. Want speciaal voor vrienden van de show hebben we een speciale aanbieding. Daarover straks alles in de nabrander. Die zijn echt VIP en krijgen ook een VIP-behandeling. Zondag 15 oktober, de 100ste aflevering van de Motorpodcast. We maken er een mooi feestje van, dus echt. En ook even registreer je even snel, want voor je het weet is het klaar, hè? Want... Ja, het is geen Ziggo Dome, het is iets kleiner. Maar ja, als het vol is, is het vol. Dan ben je er niet bij. Dan moet je wachten tot de aflevering live komt. Nog een keer, zondag 15 oktober, koop je ticket op demotorpodcast.nl. Marjan, ja, we hebben nog heel wat te bespreken, dus blijf nog even hangen. We pakken er even een drankje bij, een wijntje. Lekker. Ja. Een wit. Rood. Rood, oké. Okay. Het moest toch cool zijn? Een cool wijntje, toch? Nou, het is nou lekker weer, dus het mag ook wel warm zijn. Ja, dat is waar. Okay. We praten met Marjan Dunning nog in de nabrander voor Vrienden van de Show. Ben je nog geen vriend van de show? Ga dan naar demotorpodcast.nl en klik op Word Vriend van de Show. Marjan, je krijgt van ons als dank voor de komst naar het studio van de Motorpodcast nog een vizierreiniger set van onze gewaardeerde sponsor handigschoonmaken.nl. En wil je dit nog een keer nalezen, alle informatie uit deze aflevering, ga dan even naar de show notes. En is dit de eerste aflevering van de Motorpodcast die je beluistert? Kan het me haast niet voorstellen, maar druk dan op volgen. Dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.